Goedendag, voordat we beginnen met het gesprek. Café Weltschmerz is een initiatief dat volledig door vrijwilligers wordt gedragen. Mocht u Café Weltschmerz interessant vinden of wilt u Café Weltschmerz ondersteunen, dan kan dat door te doneren. U vindt de gegevens onderaan de link bij dit YouTube-filmpje of u kunt kijken op www.caféweltschmerz.nl. Dank u wel. Goedendag, welkom wederom bij Café Weltschmerz. Mijn naam is Koen de Jong. Gele hesjes, Brexit en het populisme. In Europa hangt een soms bijna revolutionaire stemming. En vandaag praat ik hierover met Thomas von der Dunck, historicus en opiniemaker, onder andere bij de Volkskrant. Thomas, welkom. Dank u. Om je even iets voor te leggen wat je zelf vrij recent geschreven hebt. Jij schreef in de Volkskrant: als de economische elite niet snel zijn bubbel verlaat, zal het nationalistische populisme verder groeien en uiteindelijk Europa vernietigen. Ja, hoe kom jij bij die stelling? Ja, hoe kom ik bij die stelling? Ik bedoel, je ziet in een aantal landen, Nederland niet, ik bedoel, Nederland is die gele hesjesbeweging, stond niet op gang, tamelijk komisch geweest. Maar je ziet in een aantal landen natuurlijk een toenemende onvrede, die onvrede zie je in Nederland ook wel, bij een toch substantieel deel van de bevolking, die duidelijk constateert, en niet zonder reden, dat zij tot de slachtoffers behoort van globalisering. En daarbij die globalisering ook heel duidelijk aan Europa wordt gekoppeld. En ook dat is niet helaas niet helemaal ten onrechte. Mm-hmm. Omdat enerzijds natuurlijk ook wel nationale regeringen vervelende maatregelen op de schoenen van Europa schuiven. Mm-hmm. Maar anderzijds ook Europa heel veel te veel een markt is. Mm-hmm. Waarbij de belangen van het bedrijfsleven voorop staan. En die van de burgers dus onder het tapijt verdwijnen, ondergeschikt zijn geraakt. Hè. Burgers voelen zich uitgespeeld tegen elkaar. Als gevolg mede van Europa. En Europa functioneert als een argument in allerlei discussies. En dat is het fatale. Als een argument om de zekerheid waar een groot deel van de bevolking aan hecht. Die hecht niet aan een avontuurlijk leven. Zoals sommige lui bij de elite soms denken. Die hecht aan een bepaalde staatszekerheid. Die zijn ze ondermijnd met argument die in de trant van. Ja, maar wij moeten dat doen vanwege de internationale concurrentie. Ik heb als voorbeeld, ik geloof niet in dit stuk. Maar ik heb het een paar maal gegeven. Geef ik altijd dat. Was eigenlijk het eerste duidelijke signaal, dat referendum in Frankrijk, dat was vlak voor het onze het euro-referendum. 2005. Waarbij vlak voor dat referendum werd gehouden, de directie van een autofabriek in Mulhouse, oude industrie, zat in de Elzas, besloot om het werk te verplaatsen, de fabriek te verplaatsen, naar Roemenië, aanstaand EU-lid. Hè, dat stond toen op de rol, het was nog net gelimmerd, aanstaand EU-lid. De Franse arbeiders mochten mee als ze ook met Roemeense salarissen genoegen zouden nemen. Dat was de directie voor zichzelf niet van plan. Integendeel, zij zag deze goede bezuiniging als een extra argument tegenover de aandeelhouders om de eigen salaris te verhogen en er nog eens een extra bonus bij elkaar te krijgen. Een stukje performance related pay. Ja, dat dan een groot deel van die arbeiders in Mulhouse zegt Europa nee bedankt, dat snap ik maar al te goed. En ik heb er toen al voor gewaarschuwd, ik heb er haal voor gewaarschuwd. En je kunt nu in Frankrijk zien hoe snel Macron natuurlijk in feite door de knieën moest gaan. Of van zijn bravoure is weinig meer over. En in Italië heb je in feite al die populisten aan de macht. Ja. Precies op die gronden. Althans voor een deel op die gronden. Er zijn meer gronden, maar voor een belangrijk deel ook op die gronden. Dat men zegt, wij voelen ons door Europa gepakt. Mm-hmm. En ook bij het Brexit. Brexit is een ingewikkeld sentiment. Dat is enerzijds, dat is ook het probleem. Die Brexiteers zijn natuurlijk helemaal niet eens over wat er moet gebeuren. Nee, dat blijkt wel weer. We leven op 16 januari vandaag. En gisteren is de deal van Theresa May met een overweldigende meerderheid is weggestemd. Dus niemand maar weet het meer. Vanuit een heel verschillend perspectief. Het is ook weggestemd door degene die gewoon binnen de EU willen blijven. Die zegt van nou, wij zien langzamerhand een kans. Het was natuurlijk ook 50-50. Het was een knipte meerderheid. En de volgende keer bij een referendum kan net de andere kant op gaan. Waarmee ook het probleem niet voorbij is. Maar dat terzijde. Maar ook bij de Britten speelt, laten we zeggen, de Brexit-sentimenten, afhankelijk van waar je kijkt, zijn verschillend. Als je kijkt op landelijk Zuid-Engeland, dan is het gewoon, zou je kunnen titelen, als een soort van Anglo-mane xenofobie. In combinatie met lui, zoals de Rees-Mogg, die in feite een soort feodaal stelsel terug willen, waarbij zij
Europa te sociaal vinden, maar ook een belemmering vinden voor dus hun, laten we zeggen, piraatachtige neoliberale idee, hè, van Engeland moet een soort vrij buitenshaven worden. Er zijn nog veel te veel rechten voor arbeiders, ja, vindt. En omgekeerd, laten we zeggen, de mensen in de Midlands, de Stoke-on-Trent, die pottenbakkersstad. Het is bijna waar Rutte naartoe moet met zijn vaasje. Die pottenbakkersstad waar dus Theresa May gisteren opdook. En had een van de meest treurige steden die ik ken. Ik was er van de zomer toevallig. Het is bij Manchester, geloof ik. Het is tussen Manchester en Birmingham. Ja. En ik ben er van de zomer. Laat ik van de zomer naar Engeland gaan. Want je weet niet of het volgend jaar nog fatsoenlijk lukt. En ik wou eens die Midlands zien. Dus ik heb inderdaad Birmingham, Liverpool en Manchester aan. Dan kom je door Stoke-on-Trent als je van Birmingham, althans je komt er vlak langs, dus ik dacht, nou, ik was er in anderhalf uur weg, er is niks te zien. Terwijl al die grote steden zijn heel boeiend, dus zijn ook op vooruit gegaan, maar Stoke-on-Trent is weg. Nou ja, daar wil je niet doodgevonden worden. Dus daar was ook het Brexit-percentage het hoogst. Ja. Daar is het omgekeerde sentiment, daar vindt men Europa te weinig sociaal. Ja, daar wil men juist, men is in principe waarschijnlijk daar niet eens ontevreden met het feit dat Europa af en toe wat subsidies naar Engeland schuift, nee. Dat is altijd welkom. Nee, maar men vindt het te veel een markt. Men ziet zich dus bedreigd door Europese liberaliseringsregels, de goedkoop concurrentie op de arbeidsmarkt. En nergens was volgens mij ook het percentage als een beroepskringer gaat kijken zo hoog als bij die vissers. Nou, dat snap ik maar al te goed, want Nederlandse vissers roven die Engelse zee leeg. Laat ik maar even gewoon zo zeggen. Ik snap die boosheid van die Britse vissers. Het is helemaal geen Hollandse haring die we hier krijgen, het is in feite Britse haring. Dat dus die Britse vissers voor 85% of iets in die geest. Hè? Het is echt een idioot hoog percentage. Dat snap ik dus inderdaad ook maar al te goed. Dus ook bij die Brexit is er een belangrijk sentiment. Italië zie je het. In Griekenland op een bepaalde manier natuurlijk ook. Bij de AfD in Duitsland zie je het. In Frankrijk zie je het. Ja. In Spanje is het natuurlijk een hele. Met Podemos is een duidelijk sentiment. Dus je ziet overal. En wat je dus vervolgens ziet is inderdaad dat als gevolg daarvan, ook al is het geen meerderheid, de politici gedwongen zijn om te handelen. Alleen maar met een tegen een stroopop en dan met iets, met allerlei fake, dat zie je dus bijvoorbeeld in Nederland een beetje gebeuren, hè, als meneer Buma over gele hesjes heeft, hè, of meneer Rutte, dat was natuurlijk de godspeer bij uitstek, want die zeggen, we hebben allemaal een geel hesje aan, en dan krijg je dus dat men een soort van, dat men over de werkelijke problemen niet wil hebben, en dat men dus gaat zoeken naar symbolen. Het concertgebouw, zal ik maar zeggen. De, van witte, de witte wijn, de juppen. Precies, die witte nou, wijn, volgens mij zit er ook deel gewoon. Het keurige deel van de VVD zit er ook. Je krijgt dus dat soort dingen. Je niets zeggen over, ook al wordt half Den Haag vliegt in de brand vanwege het Scheveningse strand. Nee, daar gaan we niks over zeggen. Hè. Vuurwerkverbod, alle dingen, daar speelt men op het gezoen des volks en vinden. Om op die manier een soort heimatgevoel te creëren, terwijl men het onderliggende sociaal-economische onzekerheid. Wat is mijn baan nog waard? Wat is mijn pensioen nog waard? Hoe zit het met de huur of met mijn huis? Hoe zit het met de zorg? Ik bedoel, al dat soort zaken, dat is allemaal op de markt gesmeten. Het is ook een beetje hypocriet als nu uitgerekend VVD-minister begint te klagen over hoge medicijnprijzen. Ik zeg, dat is de consequentie van wat u zelf als ideaal heeft geschetst, de totale vermarkting van de samenleving. Nou, daar wil men het hier over hebben. Want dan kom je natuurlijk aan de belangen van het grote bedrijfsleven. We hebben natuurlijk direct gezien hoe Rutte één op één met meneer Polman functioneert. Hè. Ik bedoel, je kunt met 100.000 leraar gaan zoals het Malieveld. Je krijgt een patiënten toegegooid. Hè, je hebt één telefoontje van Unilever en ik krijg 2 miljard. Ik bedoel, dat niet voldoende was om die Britten, vanwege een bepaald sentiment dat daar is, door om te krijgen ze iets anders. Dit soort zaken zijn symbolisch voor de afstand tussen een sociaal-economische elite. Je moet de elite natuurlijk ook niet als één geheel zien. Nee, dat zijn allemaal stromingen binnen. Je hebt een sociaal-economische elite, je hebt een culturele elite, je hebt een bestuurlijke elite. Daar is een zekere overlap, maar het is zeker niet valt het samen. Dat moet je ook al heel duidelijk in dat opzicht scheiden. En waar het om gaat. En als je kijkt naar Europa, we lezen steeds vaker, Europa is eigenlijk gewoon een neoliberaal project. De Europese Unie, moet ik zeggen. Veel geworden, ja. Ja, geworden. Ja. Was het dat van oorsprong dan niet? Van oorsprong was het natuurlijk, de intentie was heel iets anders. Dat is een intentie die men in Nederland nooit zo heeft gesnapt. Wij denken inderdaad dat Europa er vooral is om handel te drijven. Het is zelden zo dom geformuleerd als door Uri Rosenthal, die zoiets zei van ook de anderen willen alleen maar hun aardappels daar verkopen. Het was voor de Duitsers en de Fransen na 2 rampzalige wereldoorlogen in eerste instantie een politiek verzoeningsproject. Waarbij vervolgens automatisch Italianen zich aansluiten. Belgen ook.
En ja, dan kunnen wij in die oksel liggend van Frankrijk en Duitsland, zeg ik altijd maar, met Napoleon van Nederland, dus het aanslipsel van Frankrijk, grote rivieren en de voorhaven van de Duitse Rijn. Daar kon Nederland natuurlijk niet omheen. Het is natuurlijk begonnen als een EGKS, dat is ook heel symbolisch, namelijk met de kolen en de staal. Daar waren, die zijn natuurlijk intussen al lang failliet daar in Elsloteringen, in het Roergebied. Maar goed, destijds was dat strategisch, destijds was dat heel belangrijk. Dat was in de tijd heel belangrijk. Men heeft dat zo willen organiseren, gemeenschappelijk, dat er niet eens, laten we zeggen, bestuurlijk, technisch niet meer mogelijk was om daar een oorlog over te laten ontstaan. Ja. Ik zeg het een beetje complex misschien. Daar draait het om. De EG vloeide ook heel sterk daaruit voort. Natuurlijk, het was een economisch project. Althans, het was economisch wat men deed. Maar het doel was politiek. Het was politiek bedrijf met economische middelen. Dat is iets anders dan alleen maar economie, wat men in Nederland dus denkt. Ja. Nederland is de insteek. Bij de VVD is het het ergst. Maar ook bij de andere partijen zie je het nog heel sterk. Afgezien van een kleine groep van Europese idealisten of mensen die inderdaad, iemand als Timmermans, die wel die bredere blik heeft. Maar dat zijn de uitzonderingen in Nederland. Als een, dus is de nadruk lag ook heel sterk op het economische. Maar dat is versterkt, en vooral die neoliberale invulling daarvan is natuurlijk versterkt na de val van de muur. Ik heb ook wel eens een ander stuk, ik weet niet of u nog meer mooie citaten had. Ik heb in een ander stuk ook gezegd, niet zo'n paar jaar geleden. De grootste ramp, en dat is natuurlijk heel provocerend, de grootste ramp die de West-Europese samenleving is overkomen, is de val van de muur. Ja. En de implosie van de Sovjet-Unie. Want daarmee viel toch, ook al functioneert natuurlijk voor geen meter, de Sovjet-Unie, viel toch een tegenmodel weg. En vooral viel weg de angst voor revolutie. Ja. En het is de angst voor revolutie die na de Tweede Wereldoorlog, in combinatie met de oorlogservaring, die natuurlijk ook een gevolg was van het fascisme en het nazisme, die ook een antwoord was op de crisis. Ja. Het is de angst voor de revolutie geweest die ervoor heeft gezorgd dat de sociaal-economische elites zagen dat het in hun eigen belang was om een soort verzorgingsstaat op te bouwen en om zich fatsoenlijk te gedragen. En dat fatsoen is volslagen verdwenen vanaf de jaren 90. Want dat was natuurlijk fataal dat de val van de muur samenviel met de hoogtijdagen van het Thatcherisme en het Reaganisme. Thatcher is de grootste ramp die Europa is overkomen, West-Europa is overkomen sinds 1945, van eigenmakelij. Dat het samenviel. En dat werd eigenlijk ook vrij open gezegd in de jaren 90. Nu hoeven wij ook met niemand meer rekening te houden door die bankiers en dat soort lui. We hebben het gezien. Ja, deze volslagen bespottelijke salarissen op basis van de bewering dat men uniek is en gekwalificeerd. Meneer Hamers heeft niet eens door dat zijn eigen ING in grote opliggersbende is gebleken. Althans, zich heeft laten inpakken. Maar het is een briljant financieel talent dat niet verloren gaat. Nou, er wordt wel gezegd, er is eigenlijk geen sociaal contract meer. Nee. Geen functionerend sociaal contract meer. Ja, dus mooi gezegd. Ik had dat toch zo geformuleerd. Ik zal u onthouden van de volgende column. Maar dat is goed gezegd. Ja, het functioneert niet meer. Het is opgezegd. Eenzijdig opgezegd. En ook wordt gezegd, er was ooit een klassencompromis. Een klassencompromis waarbij gezegd werd, nou, we hebben natuurlijk mensen die eigenaren zijn van grote bedrijven. We hebben een grote arbeidersbeweging. Enigszins ideologisch konden die zich spiegelen aan het Oostblok. Wat ze natuurlijk ook niet permanent deden. Nee, maar het was altijd als een soort gevaar. Het gevaar lag op de loer. Hè. Ja. Onderschat niet in 1945 de enorme angst in het Westen bij de bestuurlijke politieke elites voor het communisme. Italië had een grote communistische partij. Frankrijk had een grote communistische partij. De CPN scoorde 10%. En dat was dus echt een enorme vooruitgang vergeleken bij de laatste vooroorlogsverkiezingen van 1937. Scoorde 10 zetels op een kamer van 100 toen. 10% van de stemmen. In Amsterdam was de CPN ex aequo, maar net ietsje groter geloof ik bij de eerste verkiezing dan de PvdA. Dat was de situatie. Ja. In dat licht, en Oost-Groningen was ook helemaal communistisch. Dus in dat licht besefte men moet daar iets aan doen. Daar speelt daarnaast natuurlijk ook de verzuiling. Ik bedoel, er is natuurlijk veel afgegeven op de verzuiling. Maar de verzuiling had wel ook één aspect, namelijk dat men binnen die zuil, en dat geldt natuurlijk vooral voor de katholieke en protestantse elites, wat minder voor de VVD-elites, die zijn natuurlijk altijd wat egoïstischer geweest, ook toen al. Maar zeker bij de katholieke en protestantse ondernemers, die zaten in dezelfde, de CAU, de ARP, de KVP, was ook een soort verantwoordelijkheidsbesef jegens de medegelovigen. Die men natuurlijk ook tegenkwam, de kerk. De kerk als instituut, ik ben zelf ongelovig, buitenkerkelijk, maar de kerk had natuurlijk een hele duidelijke ook sociale functie, om een samenleving bij elkaar te houden. Ja. Ook al waren het zuilen naast elkaar. Ja, want binnen een zuil had je leiders van de zuil en volgelingen. Dus je had zeg maar protestante arbeiders en protestante leiders. Er was natuurlijk een groter moreel besef, een verantwoordelijkheidsgevoel. Dat morele verantwoordelijkheidsbesef is bij de elite in feite helemaal weg. Die denken alleen aan hun eigen salaris, voor een groot deel aan hun eigen aandeelhouders. Hè.
En spiegelen zich daarbij dan, zo ook de verangelsaksiseren van de samenleving, spiegelen zich daarbij natuurlijk bij voorkeur aan voorbeelden van overzee, die natuurlijk alleen voor hen gelden. Ik heb natuurlijk ook wel eens een keer in een column gezegd, die Europa en die vrije markt betekent, die globalisering betekent, dat de directeur onder verwijzing naar Amerikaanse concurrentie zegt, ik ga het drievoudige moet ik verdienen. Dat hebben we ook niet bij Hamers, hebben we al die gevallen hebben we gezien. En tegelijkertijd tegen de monteur zegt, onder verwijzing naar Albanese concurrentie, jij moet met minder doen. Ja, die concurreren met uw collega in Iran. Ja, dat is natuurlijk een deel ook van het Brexit sentiment. Ja. Of dat helemaal terecht is, is natuurlijk ook weer punt 2. Want een deel van het werk dat natuurlijk die Polen nu in Engeland doen, is ook werk waar die Engelsen helemaal geen zin meer in hebben. Of niet kunnen. Of niet kunnen. Ja. Voor deel niet kunnen. Want soms is gewoon, laten we zeggen, goede vakwerk. En voor een deel is het natuurlijk laag betaald, wat ze zelf ook niet meer willen. Dan wordt er vaak gezegd dat neoliberalisme on steroids, zeg maar, dat zorgt dus voor al deze disbalans. Hè? Dus dat men zich, men trekt zich niets meer aan van de samenleving. Men onderneemt en denkt, ik gebruik de politiek gewoon om mijn eigen onderneming nog wat rijker te maken. En de rest zoekt het maar uit. Dus dat zijn dan geen machthebbers of leiders, maar gewoon mensen die puur met hun eigen economisch belang bezig zijn. Als je het hebt over Hamers en dat soort mensen die je net noemt. Er was in de Volkskrant een interview met Wolfgang Strek, zeer recent, en die voorspelt eigenlijk een einde van het neoliberalisme, misschien zelfs wel van het kapitalisme. Zo van dit systeem is zodanig zichzelf aan het opeten, dat het op een gegeven moment eindig is. Nou ja, je ziet wel dat in ieder geval de positieve kant van het liberalisme, ik neem nu even liberal in de Amerikaanse betekenis, het rechtsstaat natuurlijk heel duidelijk onder druk zit. Want wat je dus ziet, is dat men eerste instantie, je ziet een soort nationaal socialisme, zonder even de associatie, maar gewoon, je kunt het letterlijk even formuleren. En dat zie je bij een club als de PVV, de verzorgingsstaat alleen voor ons, voor de insiders. Dat zie je ontstaan, zie ik in feite in Italië ook ontstaan als soort bewegingen. Waarbij dus voor minderheden en alles wat afwijkt van de culturele normen steeds minder plaats is. Dus je ziet daar dus de rechtsstaat onder druk komen. En je ziet, dat is nog veel gevaarlijker, je ziet ook hoe bepaalde partijen die daarin meegaan. Als je kijkt hoe de VVD nu opereert. Dat is gewoon het meest platte populisme dat ook bedreigend is voor de rechtsstaat. Denk je dan aan Klaas Dijk of met zijn filmpjes? Die man is ook een volslagen verschrikking. En het is natuurlijk veelzeggend dat in de VVD nog niet een beweging is opgestaan om te zeggen, deze man moet zo snel mogelijk weg. Met zijn voorstel om dus de rechtsongelijkheid in te voeren, dus kwaad straf op grond van woonwijk. Al die zogenaamde proefballons, trouwens ook Rutte als hij zegt, het liefst slaat de mensen in elkaar, dat soort dingen. De oorzaken heeft hij niet over. Nee, het is weer het meest platte populisme. En dat is veel gevaarlijker. Lui als Rutte en Dijkhoff zijn veel gevaarlijker dan Wilders. Zij nemen het namelijk over. En dat is veel gevaarlijker. Wilders is ook niet aan de macht natuurlijk. Nee. Wilders is een oppositie. In Nederland is dat in die zin sterker dat hier altijd het liberalisme een puur economisch iets is geweest. Laten we zeggen, de idealisten zitten bij D66 van de liberalen. En bij de VVD eigenlijk amper. U vond veelzeggend dat toen Wilders meeregeerde, dat er in ieder geval binnen het CDA een hevige discussie uitbrak. De partij werd door verscheurd. Met duidelijk morele bezwaar. Binnen de VVD waren er maar 3. Voorhoeven, Wijsglas en Gijs de Vries. Ja. Die was intussen in Europa beland. Die duidelijk zei, dit kan niet. Velen van hem hebben lidmaatschap opgezegd. Dat zijn de Vries en Voorhoeven geweest. Die hebben duidelijk, ze zijn wel fatsoenlijk mensen, heb je niks meer te zoeken. Wijsglas heeft dat niet gedaan. Maar de rest zweeg. Het was geen punt van discussie. Hypotheekrente aftrek, al die dingen zijn veel belangrijker dan de grondslagen van de rechtsstaat. En dat vind ik veel bedreigender dan zo'n schreeuwlelijk als Wilders of een Baudet. Die is overigens wel gevaarlijk dan Wilders, want dat is dan, laat ik zeggen, de keurige variant. Die maakt bepaalde hele bedenken ideeën. Maakt hij eigenlijk eerder salonfeest dan Wilders, want dan vinden toch veel mensen toch een beetje een plebeier. Om een quote van jou te halen, weer een speelgoedmacho, had je hem volgens mij genoemd. Zijn persoonlijke gedrag is natuurlijk een speelgoedmacho. Dat blijft ook een bepaald opzicht, natuurlijk een Nederlander. Dus hij heeft ook iets ridicules op een bepaald punt. Maar dat is een veel gevaarlijker tendens, dat men onder druk daarvan dus niet gaat hebben over, dat is ook heel moeilijk, zou ik direct toegeven, over de economische problemen. Want met natuurlijk, dat is natuurlijk iets wat men de technologie niet heeft overzien toen, de mogelijkheid van het flitskapitaal. Hoe snel je dus geld over de wereld kunt verplaatsen, kunt onttrekken aan,
Hè? En je vervolgens een systeem krijgt, en dat zie je dus ook in Europa, dat landen dus gaan concurreren op belastingdingen. Hè? Ook Nederland doet eraan mee. Ja, zeker. Hè? Ja. Hè? Dus niet op dat je gewoon zorgt voor goede voorzieningen, mm-hmm. Goede infrastructuur, et cetera. Met als gevolg natuurlijk dat ze Unilever in feite gewoon parasieten geworden zijn, die voor een schijntje aan belasting gewoon teren op wat door de gewone burgers en de gewone bedrijven, de kleinere bedrijven, die zich niet even zo kunnen verplaatsen, in feite wordt gefinancierd aan infrastructuur als het gaat om onderwijs, gewoon, laten we zeggen, de wegen. Ja, men maakt gebruik van infrastructuur en allerlei prachtige diensten die in Nederland goed geregeld zijn. En men met al die rulings, die ook nog heel lang goed gekletst zijn door Den Haag, Nederland is natuurlijk een belastingswendelparadijs jarenlang geweest. En nu gaat men dat schoorvoetend erkennen. Op deze manier natuurlijk ook een oneerlijke concurrentie staan. Met in feite natuurlijk een race to the bottom. Want dat betekent dus ofwel dat je geweldig moet gaan zitten te lenen om de begroting rond te krijgen. Nou, die afhankelijkheid van de financiële markten had 40 jaar geleden volgens mij niemand over. Je moest ook wel zeggen dat de begroting een beetje op orde was. Mm-hmm. Maar ik kan me niet herinneren in de tijd van Den Uyl van 8 dat iedereen god zei, oh, wat vinden de financiële markten? Daar is men nu doodsbang voor. Of betekent dat je dus voorzieningen steeds meer naar beneden moet afbreken. Ja, dat zie je natuurlijk gaandeweg gebeuren. En daar komt natuurlijk ook verzet tegen. Alleen dat vertaalt zich dus nu in een soort nationaal verzet. Mm-hmm. Dat is iets bij Wilders. Van ja, wij kunnen we betalen wel daarvoor. Maar onze eigen zorgbehoevenden, men speelt natuurlijk de ene probleemgroep tegen de andere uit. Maar ze hebben natuurlijk een punt. Hè? Dat wil zeggen, ze hebben iets te pakken waardoor mensen op hen stemmen. Wilders en Baudet, die adresseren iets wat andere partijen niet adresseren. En zij zeggen bijvoorbeeld, nou ja, kijk, al die onvrede die op allerlei bronnen heeft, die wordt daar wel door gekanaliseerd. En in die zin is het wel ook weer een uiting gewoon van een volledig legitiem sentiment. Het is weer een andere vraag of de mensen geholpen zijn door op die partijen te stemmen. Dat is weer een ander verhaal. In bepaalde opzichten misschien een beetje. Het punt is dat de andere partijen op dat punt niet overtuigend zijn. Mm-hmm. En dat komt omdat ze na de verkiezingen iets te makkelijk weggeven wat ze voor hebben gedaan. Ik bedoel, niet voor niets is de Partij van de Arbeid gevierendeeld. Ja. Bij de laatste verkiezingen. Als je men heeft het over een jaar of 10 geleden wel eens gedaan. Alle partijprogramma's anonimiseert en dan aan de kiezer voorlegt, zonder dat men dus weet bij welke partij het hoort. De blind test. Dan bleek dus geloof ik dat 2/3 voor het Partij van de Arbeid programma, dat is een soort VND-programma zou ik maar zeggen, zo'n beetje een goede middenmaat, zou kiezen. Alleen die partij heeft een negatief imago om allerlei redenen. Onder meer omdat zij natuurlijk vervolgens om maar te regeren of vanwege de druk. Mm-hmm. Dat speelt natuurlijk bij de laatste verkiezingen een rol, hè, in 2012. De enorme druk vanuit de pers om vooral te regeren. Mm-hmm. Ik bedoel, ik heb wel eens gezegd dat kabinet Rutte-Samson, wou ik bijna zeggen, het was natuurlijk Rutte-Arsen officieel, maar Rutte-Samson was in feite het project van de hoofdredactie van de Volkskrant en NRC. En noem je nu wel eens interessant, want dan zeg je dus inderdaad, de pers speelt een rol in het kanaliseren van wat wenselijk zou moeten zijn. Omdat in ieder geval de Haagse pers heel duidelijk gericht is, ook omdat een deel van die journalisten in feite ook nog te weinig eigen inhoudelijk richting besef heeft, laat ik het zo zeggen. Ook daar is de ideologie. Of het idee van een soort denkkader eigenlijk verdwenen. Vooral, en dat is ook het idiote, dat Rutte, die in mijn ogen het meest waardeloze premier is die we ooit hebben gehad, sinds de Geer, dat hij zo enorm geprezen wordt. Waarom? Omdat hij het fixt, omdat hij een overlever is. Wat hij fixt, of dat deugt, die vraag wordt veel te weinig gesteld. Als ze maar gemanaged wordt. Als ze maar weer verder kunnen. En dat is heel interessant als je daar een beetje vergelijkt de commentaren van de bij een aantal van die kwesties die we gehad afgelopen 8 jaar, de commentaren van directe parlementaire, Haagse parlementaire commentatoren, die inderdaad een bewondering hadden van het is toch maar weer gebeurd, er is weer een akkoord. En de commentaren van als er een paar columnisten, ik denk dat Bas Heijnen, die voor crisis is, die wat verder afstonden en zeiden van ja, maar hoor eens even, wat is er afgesproken? Deugt dat wel? Werkt dat wel? Etcetera. Dat is van later zorg. Nou, interessant, jij noemde Volkskrant NRC, je noemde met name de Volkskrant, dat natuurlijk zelf voor schrijft. Maar wat mij opvalt, dat in kranten als NRC, Volkskrant, ook wel Trouw, dat je heel vaak interviews tegenkomt met politici die eigenlijk nog nooit
iets hebben gedaan of gepresteerd. Ja. Bijvoorbeeld met, nou, in het verleden misschien wel met Rutte, met Ollongren, ja, met de toch tamelijk, ja, saaie Wouter Koolmees, waar nou niemand heel enthousiast, ja, van wordt. En zelfs met Rob Jetten toen die er net zat. Ja. En in die interview staat eigenlijk alleen maar hoe geweldig die mensen zijn en wat een enorm talent ze wel niet zijn en een beetje hagiografisch, ja, bijna. Dat is niet continu aan de hand, maar je komt zo af en toe kom je dat soort interviews, ja, tegen. En bedoel je dat ook? Dat het zeg maar... In Den Haag groeien met de mensen die je hebt. Ja. Het is ook niet makkelijk, moet ik ook zeggen, om in Den Haag te functioneren. Misschien een beetje. Nee, het gaat er meer om dat men vooral kijkt naar toch het idee dat men wel iets moet fixen. Mm-hmm. En dat als er geen akkoord komt, dat in feite een ramp zou zijn. Ik bedoel, een heel mooi voorbeeld vond ik in de tijd die drie PvdA-senatoren die tegenstemden bij wat Schippers door wilden douwen. Ja. Hè? Het ging om een vrije artsenkeuze. Dat is een heel fundamenteel iets. Ten eerste vond ik dat die drie senatoren ook gewoon gelijk hadden inhoudelijk. Ten tweede is het van recht. Mevrouw Schippers begon hysterisch te krijsen. Dat was zo'n schande, dat komt toch niet? Dat verstoorde alles. Ik zeg, mevrouw Schippers, u moet dus het staatsrecht bestuderen. Begin daar eens mee. Maar het idiote was dat die drie senatoren, dat waren Duivenstein, kijk, wie waren de andere twee? Guus de Horst, geloof ik. En de derde ben ik ook even kwijt. Er was een dame ook, ben ik even de naam kwijt. Maar dat, ook de commentatoren. Volgens mij was een column van, ja, voor de mij nou Lynch, dat ik nu met iemand anders verwissel. Ik dacht, een column van Tom Jan Meus. Die in feite toch zoiets zei van, ja, het zijn spelbrekers. Ze verstoren de voortgang. De samenhang, de consensus wordt hier. Ja, niet alleen de consensus, maar ook, we moeten toch verder. Er moet toch iets besloten worden. Het is een doel op zich dat het proces verder moet. Ja, dat is het probleem. Het is dus helemaal, en dat is natuurlijk Rutte bij uitstek. En dat is ook het verbijsteren hoe makkelijk die man dus wegkomt. Met volslagen afgang. Als je 2,5 jaar investeert in de dividendbelasting. Dan kun je toch niet zeggen, ja, het is een klein krasje. Op de teflonlaag. Ja, er wordt vaak van een teflonlaag. Als je dus, het voordoet alsof wij het hele bestaan van Nederland ervan afhangt. En zo heeft zich niet voor opgesteld. In feite zou ik zeggen, als je die hele laag leeft, als je enig eergevoel hebt, stap je op als premier. Dan moet je gewoon opkrassen. Dat komt natuurlijk ook te weinig voor. Ik geloof de laatste minister die gewoon is opgestapt omdat iets niet lukte, en alle respect ervoor, was Tom de Graaf. Ik was niet eens met wat hij wilde, maar dat hij zei van, ja, ik krijg dus niet gewoon. De gekozen burgemeester. Was niet met bestuur vernieuwing. Ik bedoel, ik ben helemaal niet van die overtuiging dat dat panacee is, dat is zo'n typisch D66 mistake in mijn ogen. Maar goed, voor hem was het belangrijk. Hij was in feite voor het kabinet gezeten. En zei van, ja, ik krijg dat dus niet voor elkaar. Dus stap ik op. Mensen worden nu, vaak met hele moeite, als je zo'n klunt als opstelt, zien, met hele moeite weggestuurd. Maar het gaat eigenlijk nooit om de intentie van het beleid. Het gaat altijd om als er inderdaad een puinhoop van gemaakt is. Maar er wordt dus nooit van voor, had ik erbij opstelt moeten doen, die nationale politie, die zo fantastisch zou zijn. Dat is ook een probleem. Dan zie je dus ook weer die consensus van de Kamer. Dat al die dingen ook met overgrote meerderheden worden besloten. En degene die zegt, ja, dit zie ik echt eens in. Op dat moment wordt weggezet als een spelbreker en een halve gek. Hmm. Ik herinner me nog tijdens Paars dat het CDA, en in mijn ogen had ze in ieder geval zonder meer het recht toe, en misschien dat ze ook wel inhoudelijk gelijk hadden, niet mee wilde doen met een of andere militaire actie in Afrika. Waar Nederland ook geloof ik een paar helikopters moest leveren of zo. Hmm. Het gaat natuurlijk niet zo geweldig veel over, maar... En toen was in zoiets, het was in Den Haag, dus een reactie van, ja, maar het kan toch niet zo zijn dat een grote partij verantwoordelijkheidsvakantie, ik bedoel dat mooie woord, hè? Ja, van mooie. Dat werd in feite ook al, dat woord bestond er niet, maar werd gehanteerd. Het kan toch niet zo zijn? Nee, we moeten een brede consensus hebben. Waarom is dat? Dat is natuurlijk ook om je in te dekken als het misgaat. Want dan kun je dus zeggen, zie naar de politie, u was er ook mee in. Ja. U was er zelf bij. Ja. Dus niemand hoeft af te treden. Hè? En blijkbaar wordt het ook als verantwoordelijkheid nemen gezien als je een F-16 of een paar helikopters naar ergens of heen stuurt. Of dat zinnig is, die vraag. Nee, wij moeten het doen. Daar speelt ook een rol Nederland Klein Land bondgenoten. Dus wij moeten, dat was natuurlijk bij Afghanistan zo, dat natuurlijk vaak helemaal niet om de inhoud gaat. Het ging om dat wij natuurlijk aan die G20 tafel moesten blijven. Als onderdeel van de NAVO. Als onderdeel van de NAVO. Ja. Dus je krijgt dan niet een discussie van, is de maatregel juist? Mm-hmm. Maar ook daar zie je dus bij de pers vaak bij commentatoren ook een te weinig kritische houding. Als daar eens een voorbeeld van mag nemen. Ja, of 10 geleden, toen was die commissie Davids net geweest. Mm-hmm. En toen was er een discussie op Klingendaal. Mm-hmm. Met onder meer Arie Elshout, die hij zat geloof ik toen al in de VS. Als verslaggever. Maar die toen
als adjunct hoofdredacteur van de Volkskrant erg gepleit had voor die interventie van Bush. Mm-hmm. En toen heb ik hem gevraagd, vanuit de zaal, een beetje vuil. Stel dat nou Bush tegen was geweest en Chirac voor. Ja. Wat had je dan gedaan? Zei, ja, dan was ik ook tegen geweest. Ja. Toen begon de Belg achter de tafel. Ja, begon de Belg achter de tafel. Want het is ook altijd, dit soort dingen is ook altijd een Vlaams-Nederlandse snel. Begon geweldig te grijnzen en zei, dat weten we al lang. Jullie doen alles automatisch. Wat ze in Washington doen. En dat is ook zo. Ik heb het 15 jaar geleden alles in België horen zeggen. Ja. Ze, we hoeven alleen maar te kijken wat Amerika doet. En we weten wat Hans van den Broek gaat beslissen. Ja, die doen minister van Buitenlandse Zaken. Ze worden ook allemaal verstandig naar hun aftreden. Dat geldt voor Van Acht, dat geldt voor Van den Broek. En zelfs nog op Scheffer heb ik sindsdien niet meer een functie. Is een paar maar heel verstandige dingen worden zeggen. Okay. Ja, ja. Dat komt voor. Ja. Overigens, de Belgen verwijten ons terecht. Tegelijk moet je ook constateren. Brussel als België doet, vrijwel automatisch altijd wat Parijs doet. Ja, loopt er helemaal Frankrijk aan. Ja. Dat leert altijd tegen Frankrijk aan. Maar goed, de constatering was juist. Mm-hmm. En daar zit ook een punt. Dus zelfs bij journalisten is de vraag wie het doet mm-hmm. vaak belangrijker dan wat hij doet. Dat geldt trouwens ook voor de wetenschap. Daar zie je ook heel sterk hoe onzekerheid in Nederland, hoezeer men het oordeel van buitenlanders, en vooral uit de Anglo-Saxische wereld, belangrijk vindt. Als die zegt kwaliteit, dan is het kwaliteit. He? Daarom al die idiote Engelstalige peer reviews die dat moeten beoordelen. Men is te bang om zelf een oordeel te vellen. Als het slecht is, is het natuurlijk ook pijnlijk om dan. Het is natuurlijk hiernaast collega Nederlands, een klein land, die kom ik elkaar tegen, omdat je collega op de teen staat. Het is natuurlijk makkelijk als een verre expert, die ook weer straks een vliegtuig neemt, constateert wat iedereen al wist. Mm-hmm. Dat zijn natuurlijk de beroemde commissies. Als de politiek geen beslissing durft te nemen, zie je het ook. Ik weet hier met het Stedelijk Museum. Iedereen wist, de hele gemeente wist wie 20 jaar geleden was, 5 jaar geleden, de oorzaak was van een bepaalde puinhoop. Mm-hmm. Maar niemand durfde dat te zeggen. Nee, men huurde McKinsey in voor weet ik hoeveel tonnen. Die constateerde wat iedereen wist. En toen zeiden we, ja, we hebben nu een objectief rapport. Ja, zo kun je het parkeren. Zo kun je het parkeren. Ja. Maar het is een interessante, wat je zegt over ook het buitenlands beleid lijkt ook een soort consensus te bestaan. Die bijna van GroenLinks tot de VVD loopt. Ja. Jij schreef daar op een gegeven moment over dat in Nederland inmiddels ook de anti-Russische hardliners dominant zijn. Want daar hoort inmiddels ook Nederland toe, toch? Die anti-Russische hardliners. Is dat ook weer zo'n voorbeeld van dat iedereen met elkaar eens is? Ja, daar is men toch heel sterk. Voor alle misverstanden is met Poetin alles mis. Mm-hmm. En Rusland ligt voor geen kant. Ik heb dat al veel eerder, kan ik me ook op beroemen, al veel eerder geconstateerd. Mm-hmm. Toen Poetin een paar jaar zat, wel hier nog allerlei mensen ook, allerlei Ruslanddeskundigen nog de illusie hadden, Rusland wordt een democratie. Ik zei, dat lijkt me volslagen onzin. Alleen, het land ligt waar het ligt. Mm-hmm. En dat is iets wat Nederlanders slechter kunnen zien, denk ik, dan Fransen of Duitsers. Maar wel weer iets beter dan Amerikanen. Die hebben nog een veel groter zwart-wit beeld. Ook als je niet deugt, kun je goede argumenten hebben. Er is heel veel mis met Iran ook. De Amerikanen regeren natuurlijk verslag is eerst op Iran. Intussen wordt natuurlijk duidelijk, voor iedereen wist natuurlijk al dat Saoedi-Arabië natuurlijk geen haar beter is. Mm-hmm. Maar ook een... Ook een regime dat niet deugt, kan legitieme argumenten hebben. En niet alles wat de Russen te bedden brengt is per se iets onzin. Dat was ook het probleem met Hitler in de jaren 30. Dat het eerst wat Hitler natuurlijk te bedden bracht op buitenlandse politiek, daar moesten de Engelsen en de Fransen eigenlijk van zeggen. Dat is natuurlijk een van de redenen waarom ze zo lang zijn meegegaan. Ja, een van de oorzaken van de appeasementpolitiek. Ja, de ene oorzaak was we willen niet meteen een oorlog beginnen. Chamberlain had natuurlijk het trauma van 1914. Ja. En vervolgens had iedereen het trauma van Chamberlain. Want dat was dus de fouten waarvoor ze opzij gingen. Dat zag je met Blair tegenover Saddam Hussein. Je zag het met Ian in de tijd met Nasser. Allemaal, we gaan niet voor een tweede Hitler opzij. Dat was één van de redenen. Maar de andere reden was ook van ja. Maar de Duitsers zijn natuurlijk ook in Versailles. Dat was ook enig schuldbesef. Dus er is in Europa sowieso. Omdat Europa natuurlijk altijd. Europa kan beter. Nederland kan dus ietsje minder binnen Europa. Maar dat is een groot land in Europa. Kunnen ook, want ze natuurlijk in de loop van de geschiedenis voortdurend coalities gewisseld hebben. Veel beter tussen belangen en beginselen onderscheiden. Het snappen dat ook de tegenstander legitiem belang heeft. Dat kunnen Amerikanen totaal niet. Dat valt het belang van de mensheid samen met het beginsel van Amerika. Dat leidt dus altijd tot al die zwart-wit reacties en ook tot geweldige blunders af en toe. Nederland kan dat dus ook slecht. Dus. De Russen hebben niet met alles ongelijk. Maar je ziet dus ook hier een heel duidelijk consensus. Wie durft gewoon te zeggen, ik heb dus inderdaad dat balletje opgeworpen. Ik weet niet of het dat stuk is waar het uit heeft. Maar ik heb gezegd, van, ja, hoe lang gaan wij nog doen
alsof de Krim terugkeert. Ja, ja, dat is precies dat stuk. Was dat stuk. Ja, op een gegeven moment zijn er gewoon eigenlijk facts on the ground. Er zijn gewoon werkelijkheden die er zijn. En dat kun je de facto op een gegeven moment gaan erkennen. Zoals ook de facto ook de DDR erkent. Dus als ze zeiden dat gaan we nooit doen. Nou, dan hebben ze het toch erkend. En de onderwijslegens, om iets te zeggen. En Rusland gaat ook niet weg. Want het idee dat Rusland verdwijnt of ergens anders of gaat doen wat wij doen omdat wij dat willen. Dat lijkt me nou niet heel realistisch. Nee, wij gaan ze niet verdrijven. We gaan geen oorlog beginnen. De Oekraïne zou het misschien willen, maar kan het niet. De Russen gaan niet vrijwillig weg. En de meerderheid van de bevolking van de Krim zal ook de voorkeur geven aan Rusland boven Oekraïne. Daar ben ik ook van overtuigd. Nog niet met die 90%, niet zo'n Noord-Koreaanse meerderheid, maar laten we zeggen met 55-60%. Omdat het gewoon eerder Russen zijn dan Oekraïners. Ze kijken naar de geschiedenis van het gebied. Niet elke volksgroep, de Tataren bijvoorbeeld, de Krim-Tataren, die voelen ze natuurlijk onder Oekraïne beter thuis. Want ze voelen ze natuurlijk gediscrimineerd, niet ten onrechte door de Russische nationalisten nu op de Krim. Maar ook hier zie je natuurlijk een hele sterke consensus. Daar zie je tegelijkertijd ook, dat speelt ook wel in andere landen, of het schoon verschilt een beetje per land. Maar ik heb ook wel gezegd. Bij de Irak-crisis was toen dus bij de Golfoorlog, de Tweede Golfoorlog 2003, daar was GroenLinks-militaristische landen CSU. En dat heeft te maken, dat maakt natuurlijk ook buitenlandse politiek in Europa zo ingewikkeld, als het echt op aankomt, dus in geval van oorlog en vrede, dat wij delen wel die geschiedenis en die oorlogen, maar het maakt natuurlijk wel iets uit of je een oorlog gewonnen hebt of verloren hebt. Ja, en waar het land ligt. Maar ook je oorlogservaring. En bij ons is natuurlijk de ervaring, vooral die van een bezetting, dat is meer dan de oorlogservaring. De bezetting plus het holocausttrauma zijn in Nederland dominanter, terwijl als het gaat om de Eerste Wereldoorlog in de Fransen, natuurlijk vooral de frontervaring is, de verwoesting. We hebben natuurlijk Rotterdam en er zijn nog wat meer schade gevallen hoor, dat wordt een beetje onderschat. Maar de eerste ervaring is toch vooral de bezetting. Dus niet de oorlogvoering zelf. Dat is toch eigenlijk de kernervaring voor de Nederlanders in mijn ogen. Maar dat maakt dus heel wat uit. Het maakt wat uit of je een oorlog helemaal verloren hebt. Zoals de Duitsers bij de Wereldoorlog. Of je een dictatuur van eigen bodem hebt gehad, zoals de Duitsers. Ja. Of dat je zoals de Fransen door een vijandige dictatuur in 1940 overrold bent. Of dat je zoals de Engelsen een buiten de muur brouwen. Kijk, dat deel van het hele Brexit-denken vloeit voort uit het idee, we hebben in de tijd, hebben we het in ons eentje gekund, we kunnen het ook weer. Ja. Ik bedoel dat het volgens mij een verslagen illusie is, economisch en 100 jaar is iets anders. Maar het is heel duidelijk, de Britten hebben nooit verloren. En voor henzelf zou een nederlaag heilzaam zijn geweest, zoals ook voor de Amerikanen. Ik bedoel niet voor de wereld misschien, want iemand moest hier toch verslaan. Ja. Zoals ook iemand Napoleon in de tijd moest verslaan. Maar voor het eigen land zou het in zekere zin heilzaam zijn geweest. Want de Fransen hebben daar natuurlijk iets van geleerd. En de Duitsers ook. Ja. Maar hoezeer dat uitmaakte, kon je zien bij de Irak-crisis, waar die Europa dus direct in twee kampen uiteenviel. Nederland natuurlijk net zo lang, dat is typisch het polder hier, moest vergaderen tot het niet meer toedeed. Toen Nederland eindelijk uit was, wat gaan wij kiezen? Toen deed het niet meer toe. En toen werd het politieke steun. Precies. Maar daar zijn het heel duidelijk. Voor de Engelsen is het grote trauma is Chamberlain. Niet voor een dictator. Blair waande zich een tweede Churchill. Schreuder. Partijgenoot, zou ik maar zeggen, internationaal. En ook generatiegenoot. Qua leeftijd scheelde amper. Daar is het sentiment niet wieder krieg. Ja, en kijk, Duitsland ligt natuurlijk ook anders. En Duitsland heeft hele slechte ervaringen met oorlogen met Rusland. Dat zijn natuurlijk de grootste conflicten geweest. Als het gaat om Rusland, en Merkel lijkt dan bijvoorbeeld ook veel meer bereid om. Kijk, ze heeft helemaal niets met Poetin. Het is ook helemaal geen goede relatie die Duitsland. Ze heeft ook niets met Trump intussen natuurlijk. Nee, uiteraard niet. Maar bij Merkel zag je wel de neiging om dat conflict te willen kanaliseren. Niet op te spelen. Om dat niet te laten escaleren. Dat conflict in de Oekraïne. Maar om toch lijntjes open te houden. Want ze heeft samen met Frankrijk probeert zo'n Minsk-plan te maken. Ja. En dat vanuit Amerika lijkt het wel elke keer weer een stapje verder te moeten gaan. Nou ja, bij Trump is het natuurlijk heel dubbel. Want Trump wordt natuurlijk in feite onder druk gezet van zijn eigen congres. Als dan Trump ligt, ligt natuurlijk bij Poetin in bed morgen. Ook vanwege zijn economische belangen, die ook steeds duidelijker worden. Ik bedoel, hoe ver dat strafbaar is en leidt tot impeachment, kan ik nu niet beoordelen. Maar goed, Trump is daar natuurlijk een beetje een uitzondering binnen de VS. Nee, Duitsland heeft een hele duidelijke uitzondering. Er bestaat in het westen van Europa natuurlijk altijd een angst voor een tweede Rapallo. Ik heb dat eerst een beetje als onzin afgedaan. Je bedoelt een overeenkomst tussen Rusland en Duitsland. Dat was natuurlijk wat in de jaren 20 gebeurde. Twee verstotenen. De Russen waren natuurlijk met de Bolsjewieken sowieso fout in de ogen van de beschaafde wereld. En Duitsland was natuurlijk de verliezer van de Eerste Wereldoorlog. Die vonden elkaar een Rapallo. Daar is natuurlijk een angst voor. Die vonden eerst heel veel onrechten.
Ik denk dat het iets minder ten onrechte is. En er bestaat inderdaad, bedoel, iemand als Schreuder vind ik dus volledig ontspoord dat hij zich dus leent voor dit soort dingen. En daarin moet ik zeggen, hebben de Amerikanen op zich met hun kritiek over die Nord Stream mm-hmm. niet ongelijk. Nederland wilde ook op een gegeven moment heel graag de gasrotonde worden van Rusland. Hè? We moeten natuurlijk daar duidelijk één economisch fonds voeren. Dat geldt ook tegenover China trouwens. Laten we ons volledig uit elkaar spelen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wat Poetin wil, wat Trump wil en wat Xi wil. Nee, natuurlijk, de Duitsers hebben een groot begrip voor de Russische positie in dat opzicht. Bij de Oost-Duitsers ligt het ook iets complexer, want Merkel is natuurlijk wel slachtoffer geweest van het communisme. Ja. Maar men ziet dat natuurlijk beter. En er was natuurlijk in feite, als je even afziet van Hitler, was natuurlijk ook de verhouding tussen Duitsers en Russen, er lag geen probleem. Mm-hmm. Er lag geen probleem bij de Eerste Wereldoorlog. Het was een Oostenrijks-Russisch probleem. Er was geen strijd om die grens daar. En ook daarvoor konden Pruisen ook met Rusland goed overweg over het algemeen. Dus daar lag inderdaad geen probleem. Dus uit Duits perspectief, wat natuurlijk ook midden in Europa ligt, is Rusland natuurlijk gewoon dichterbij. Mm-hmm. En in ieder geval een land waar je rekening mee moet houden. Ja. Ook omdat men natuurlijk slachtoffer is geweest van de Russische behoefte aan veiligheid, laat ik het zo zeggen. Duitsland is gedeeld geweest. Dat is natuurlijk een ervaring die men in Frankrijk of in Nederland of in Engeland helemaal niet kent. Dus dat wil men voorkomen. Dus wij hebben natuurlijk bovendien de ligging ook van Berlijn, dat is natuurlijk ook een factor. Mm-hmm. Dat is natuurlijk erg in het oosten. Ja. Bom naar Berlijn. Er wordt altijd over Mittel-Europa gesproken. Nou, dat is dan tot grens dan aan Rusland, hè? Russische cultuur en taalgebied. En in Nederland wordt daar natuurlijk echt eigenlijk totaal anders aan gedacht. Want wij denken Anglo-Saxisch eigenlijk, hè, als het gaat om onze veiligheidsbeleid. Dat is een heel oud sentiment in Nederland. De bedreiging komt over land. Mm-hmm. Eerst de Spanjaarden, Philips II, dan de Fransen, Louis XIV, Napoleon, dan de Duitsers, Bismarck, Wilhelm II, Hitler. Er was in grote angst in 1870 dat Bismarck niet op zou hangen, op zou houden, hè, na Elsass-Lotharingen en Schleswig-Holstein. En wij waren toch ook een soort verwant, ja, Hitler deed het uiteindelijk wel, dus het was een soort verwant broedervolk. Je kunt ook altijd zeggen, in het Walhalla, bij Regensburg in Beieren, waar de Beierse koning heeft daar in het begin van deze eeuw, verder zonder enige imperialistische intentie hoor, heeft daar een pantheon opgericht, Griekse tempel voor alle grote Duitsers. En daar zit ook een buste van Rembrandt in, ook van Rubens trouwens. Hè. Grappig, ja, die worden ook even geclaimd dan. Niet helemaal te onrecht in die zin dat toen Rembrandt geboren werd, in 1609 was het volgens mij, toen was Nederland ook nog deel als Republiek van het Heilige Roomse Rijk. En ik was een paar jaar geleden, 10 jaar geleden, was ik bij Michael Zeeman te gast in Rome. En dus dat moet al meer dan 10 jaar geleden zijn, dat is ook al lang dood. En toen was ik op een avond in Santa Maria dell'Anima, dat is de kerk die de katholieke Duitsers en Nederlanders delen. Ja. Elke natie heeft daar in Rome natuurlijk zijn eigen katholieke kerk. Ik vond het heel interessant. Nederlanders en Duitsers samen in katholieke kerk. En er was net een Duitse mis aan de gang. Voor pelgrims, toeristen, ja, dat loopt in Rome allemaal door elkaar. Die zaterdagavond. En daarna ging die priester ging wat zeggen over de geschiedenis van die kerk, waar dus Adrianus ligt. Hè? Adrianus VI ligt daar, onze paus uit Utrecht. En hij begon dus, op een gegeven moment komt u spreken op het grote graf van Adrianus, zo'n groot pronkgraf. En zei dus, wie ze wisten waar ze voor letste Duitse paapst. Ik stond ook op het punt om uit de bank te springen en zeggen, oh, die is toch echt van ons. Je bent bij de nationalistische plek. Nou ja, maar hij had natuurlijk de facto gelijk, want in 1521 was gewoon de hele Nederlanden vrij gewoon deel van het Heilige Roomse Rijk, de Duitse natie. Maar goed, er was dus een angst in 1870, daarom noemen we ook eventjes Bismarck. Dat was niet terecht hoor, want er waren geen plannen bij Leiden, maar je kon natuurlijk nooit zeker weten. Oh. De Denen was oorlog gevoerd tegen de Oostenrijk, daar had Nederland ook nog wel bij gekund. Maar dat dreiging komt dus voor over land, tot met Hitler, en de redding voor over zee. Mm-hmm. Dat begon dan met de watergeuzen. Ja, op een gegeven moment Engeland, zeg maar, toch altijd weer ingeschakeld in allerlei varianten. Want Engeland had natuurlijk we hadden natuurlijk wel eens een paar handelsoorlogen met Engeland, die zeeoorlog, maar Engeland had natuurlijk geen bezettingsintenties. Engeland was natuurlijk ook in late eeuw degene die Nederland altijd overeind wilde houden, zodat het niet in handen viel van Pruisen of van Frankrijk. Ja.
Dat was het Engelse belang. En de Engelsen zijn vervangen door de Amerikanen. Dus een enorme Anglo-Saxische blik over zich. Ja, en dan, dat is dan eigenlijk enigszins in tegenstelling tot ons lidmaatschap van de Europese Unie. Want wat, zoals jij terecht zegt, door heel veel mensen eigenlijk uitsluitend economisch wordt geïnterpreteerd. Ja. En niet als een veiligheidspolitiek iets of niet als een geopolitiek iets. En tegelijkertijd hoorden we wel eigenlijk van de voltallige Nederlandse mainstream, dus de partijen die van GroenLinks tot aan de ChristenUnie die mee mogen doen, Europa is heilig. Dat is, dat moet geen, we maar moeten het is meedoen. Toch een heel duidelijk een economisch bepaald sentiment. Zij dat het economische sentiment de rechterzijde sterker is dan de linkerzijde. Maar het is een heel duidelijk, pragmatisch, economisch. Wij liggen nu eenmaal daar waar we liggen. He, dat kun je ook zien toen inderdaad in de tijd die onderhandelingen werden gevoerd over het ontstaan van de EGKS en de EEG. He, omdat de Belgen meededen. Ik bedoel, Nederland was niet zoveel enthousiast. Maar ja, een paar idealisten zeiden, ja, dat moeten we ook doen. Maar dat was niet zoveel. Maar we kunnen daar niet, we kunnen niet buiten staan. Ja. He, dat is het idee. Nee, maar men leeft er met de rug naartoe. Ik vind het veelzeggend dat de onderwaardering voor het Duits en het Frans als taal. Hè, dat men zelfs als er Duitse gasten zijn op het Engels overgaat automatisch. Hè. En misschien ook weinig weet van de Duitse Franse cultuur. Men er weinig van weet. En natuurlijk boeken uit Duitsland en Frankrijk pas als ze de New York Times, zal ik maar zeggen, de boekenpagina hebben gehaald. Dan worden ze hier opgemerkt in de Engelse vertaling. Men leeft geestelijk met de rug. Dat hangt ook samen mee. Dat is, als je met België vergelijkt, Brussel ligt in het midden van het land. Den Haag aan de rand. Ja. 3 kilometer, je bent op het strand. In Amsterdam ook. Ja. Amsterdam ook, maar Den Haag helemaal. 3 kilometer, je bent op het strand. He, en het komt ook al zo mooi tot uitdrukking in die typisch Nederlandse uitdrukking van politici als de kiezers gaan opzoeken. Dan zeggen ze dat ze het land ingaan. Als gestrande, het land ingaan. Als gestrande varensgasten die godzijdank s'avonds weer terugkeren naar de veilige kust. He, dat is een hele andere oriëntatie. He, wij kijken over zee, de Belgen kijken over land. Ja. Overigens is dit natuurlijk ook, als je in Limburg of in Gelderland bent, is dat ook anders. Daar zijn de mensen ook na de oorlog minder anti-Duits, natuurlijk ook veel familie gewoon over de grens wonen. Dat was zeker in Limburg. Maar dat in Nederland, in het Westenland, dat is natuurlijk dominant, ook cultureel dominant, politiek dominant. Dat bepaalt natuurlijk ook die blik in dat Europa, met de rug naartoe. En als we dan kijken naar, wat we zien nu toch heel veel ook onrust en even plat met de verzameld en populisme even aanduiden. Ja. Dus we hebben Wilders, we hebben Baudet, maar ook de SP is vaak toch ook niet enthousiast over dingen die waar de rest mee is. Partij voor de Dieren is behoorlijk fel ook over dingen. Maar dat is dus toch wel een duidelijke tweedeling tussen een club partijen die, nou ja, nog wel een meerderheid heeft, maar dat is ook nog maar de vraag hoe lang het duurt. En een club partijen die er echt anders over gaan denken. Bijvoorbeeld ook het lidmaatschap van de Europese Unie daar helemaal niet enthousiast over is. Dus allerlei zekerheden. Dat klopt, zei je dat natuurlijk met het Brexit-drama. Zelden heeft het land er zo'n puinhoop van gemaakt. Met het Brexit-drama natuurlijk ook in Nederland. Het aantal, we moeten in ieder geval lid blijven met alle kritiek, natuurlijk is toegenomen. Bij de SP zie je duidelijk ook wel een wijziging. Ik weet niet hoe het nu was, maar zeggen, tijdens Harry van Bommel kon je op een gegeven moment constateren dat zij minder anti-Europa, ik bedoel, ze hadden kritiek op hoe Europa functioneerde. Maar wat er eerst zo was, we moeten eigenlijk uit, dat hoor je daar niet meer. Je hoort overigens op het moment ook Wilders en Baudet dat niet voortdurend van de daken roepen. Ik ben ook heel benieuwd naar de campagne die straks meneer Epping mag gaan voeren. Voor de Europese Want hij in het partijprogramma stuurt, dan moeten we eruit. Nou, ik ben benieuwd of je dat verhaal nog ooit een slot durft te krijgen. Of het woord Nexit erin voor. Ja, het woord Nexit er in de partij ervoor. Want het staat natuurlijk wel in de verhalen van Baudet en Wilders. Maar ze hebben het er op het ogenblik wat minder even over. Het is ook maar een minderheid van de Nederlanders die dat wil. Hè? Ik bedoel, het is een forse minderheid, misschien 20%, wat is het, 50%. Een deel weet natuurlijk nooit. Het schommelt natuurlijk altijd ook een beetje naar afhangende sentimenten. Maar de meesten zien wel in dat daar wel ons belang ligt. Alleen, je ziet natuurlijk wel binnen Europa, en dat zet ze eigenlijk onder druk, natuurlijk landen steeds meer gedwongen zijn aan hun eigen belang te denken. He, dat is druk dus van de gele hesjes, zou ik maar zeggen. Italianen die zeggen van ja, we laten ons niet nog een keer door Brussel kisten. En ja, geeft ze helemaal ongelijk als je ziet dat Macron, nu Macron door de pomp gaat, is straks het begrotingsprotocol van de Italianen ook geen probleem meer. Nee, want dat is amper 2%, terwijl Macron dik over de heilige grens van 3. Ja, daar gaan de Italianen ook wel overheen met die begroting hoor. De Italianen hebben een iets groter, algemeen tekort, hebben ze natuurlijk zitten. He, maar kijk, de eerste zondag waren natuurlijk de Duitsers en de Fransen samen naar de begrotingspact. En toen werd ook gezegd van ja, maar dat is Frankrijk. Ja, dan zeggen de Italianen. Dat heeft Juncker gezegd. De Juncker zei ja, maar het is Frankrijk. Ja. Dus dan is het anders. Ja, ja. En daar zeggen dus de Italianen, hoor eens eventjes. En geeft de Italianen ongelijk. Waarbij bij Italië ook een rol weer speelt. Misschien voelt het iets te ver.
van net iets ver af, dat Italië met een minderwaardigheidscomplex zit. Het voelt zich miskend. Mm-hmm. Italië is natuurlijk qua inwonertal niet minder dan Engeland en Frankrijk. Nu natuurlijk nu wel minder dan Duitsland sinds verenigd is, maar dat vond ik ook niet. 60 miljoen. Maar het telt niet als een van de drie grote. Het telt meer in de rang van Spanje en Polen met iets meer dan 40 miljoen inwoners. Ja. Dat is natuurlijk voor Italianen. Die toch zoiets hebben van, ja, Rome, daarmee is de beschaving begonnen ooit. Mm-hmm. En ooit reikten wij tot de Rijn. Ja, dat is natuurlijk elke keer. Dus dat is ook een sentiment wat men daar heel... En dat zie je natuurlijk in allerlei landen. Dat die nationalistische sentiment natuurlijk bespeeld wordt. Ook in Nederland, we gaan niet meer dokken voor de anderen. Ik bedoel, Rutte natuurlijk ook, hè, we geen cent meer naar de Grieken. Hè, die komen allemaal prietpraat. Met dat soort dingen dan de verkiezingen vinden. Dat zie je in al die landen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een van de kloven binnen Europa... is dat men het noorden niet meer wil betalen en het zuiden niet meer wil bezuinigen. Ja, en als je kijkt naar essentie van de economische problematiek in de Europese Unie, dan wordt vaak gezegd, en dat is ook heel goed hard te maken, Duitsland is veel te machtig. Duitsland heeft een gigantisch handelsoverschot met de rest van de EU, exporteert massaal dingen, waardoor andere landen dus enorm veel uitgeven, schulden maken, omdat ze constant bij Duitsland... Duitsland heeft het voordeel dat omdat ze in de euro zitten, dat ze eigenlijk een goedkope munt hebben, veel te goedkoop voor hun eigen positie. Ze profiteren er dus dubbel van. En ja, de een zijn winst is de ander zijn verlies. En daardoor hebben Spanje en Italië en Griekenland permanent pijn en ook Frankrijk. Ja, in samen. Ik bedoel, dat is ook een bezwaar tegen de euro geweest. Vroeger kon je natuurlijk wat makkelijker, althans een euro die je inderdaad reikt van het punt van Sicilië tot Flensburg. Maar ja, wat zit nog meer? Finland zit er ook in. Hè? Ja, dus, Finland, dus inderdaad tot de Poolcirkel. Van Palermo tot de Poolcirkel. Daarmee worden natuurlijk economische systemen in een mal gedwongen die het de nationale politiek onmogelijk maakt om een economisch probleem op te lossen op de wijze die voor de eigen bevolking acceptabel is. Mm. En die politici worden natuurlijk door de eigen bevolking gekozen, niet door meneer Juncker. Nee. En als men dus te ver meegaat in wat Brussel oplegt, dan rebelleert de bevolking. Kijk, ik bedoel, die populistische coalitie in Italië is natuurlijk het resultaat van het feit dat men alle voorgangers, Renzi en al die anderen, te weinig speelruimte heeft gegeven. Mm-hmm. Die gingen te veel meedoen. Met Brussel, noodgedwongen. Mm-hmm. Ja, dan krijg je dus dit. Ja. En daar zijn dus de sentimenten. Er lopen een aantal kloven in Europa. Je hebt een Oost-West-kloof als het gaat om de vluchtelingen. Zoals ook een Noord-Zuid-kloof in dat opzicht. Hè. Daar krijg je natuurlijk ook, want Italië en Spanje en Griekenland zijn natuurlijk de landen. Daar is natuurlijk geweldige gemakzucht van een land als Nederland. Dat zegt van, ja, Dublin. Sorry. Die boten komen niet in Den Haag en Amsterdam, maar die komen allemaal in Sicilië. Daar moet je natuurlijk, je kunt dat recht Hongaren, et cetera, verwijten, maar Nederland onttrekt zich natuurlijk ook aan. Doet ook niet mee. Dus dat daar de Italianen zeggen, wij hebben wel de lasten, maar niet de lusten, dat kan me ook heel goed voorstellen. Dus dat zet natuurlijk van allerlei punten boel onder druk, waarbij dan ook nog eens komt dat de koek natuurlijk in de afgelopen decennia groeide en dat er in Europa natuurlijk bijna uit is, als gevolg van de opkomst van China, van de milieuproblematiek, et cetera. Zoals Luc van Middelaar zei dat heel mooi in een NRC-column, ergens voor kerst was het, ergens in december. Vroeger was het altijd zo dat de toekomst het probleem oploste. Ja, dan kwam er weer wat groei. En kwam weer groei en daarmee kon die ding afkomen. Okay, ja. Nu moet schaarste verdeeld worden. Mm-hmm. En dan is het essentieel, dan kom ik weer terug bij die gele hersens in het begin. Dan is het essentieel, als de buikriem aangehaald moet worden, dat dan niet degene die het makkelijkst hebben zich aan onttrekken. Mm-hmm. Je kunt de buikriem alleen maar geloofwaardig aanhalen als je ook bereid bent in je eigen vlees te stellen. Je kunt alleen maar die boodschap verkondigen, het is minder. Tris kon dat, want die had zijn Maria-koekje, om dat cliché maar even te gebruiken. Hè. Daarom is ook een godspe als de VVD naar Dris verwijst, zelfs als het gaat om zuinigheid, weet ik wat allemaal. Als partij van het groot kapitaal. Je bent dus als elite, en dat is natuurlijk het verschil, die naoorlogse elite, ook de economische elite met het bedrijfsleven, had ten eerste nog dat ook meer moreel besef. Voelde ze ook meer verantwoordelijk voor het bedrijf, waar ze het nu veel meer zien als een stap in hun carrière. Kijk, zo'n Philips, het had ook iets patriarchaals. Ja. Paternalistisch zou zo niet bijna feodaal af en toe. Ja. Maar er was wel een verantwoordelijkheidsgevoel. Voor het bedrijf. Als een bedrijf een familiebedrijf is, over het algemeen heeft men ook meer verantwoordelijkheidsgevoel. Ik bedoel, je hoort nooit schandalen over CNA, zeg ik altijd maar. Mm-hmm. Was een grote verantwoordelijkheidsgevoel dat je ook zelf op een zorg manier moest verdragen. Vroeger verdiende ook een bankdirecteur een heel behoorlijk salaris. Er was ook niks mis mee. Alleen dat was het dan.
Dat was bij die fusie van het begrip tussen ABN en AMRO. Was al duidelijk met een tijdverschil. Die ABN-lui waren inderdaad nog keurige, ik zou zeggen, eigenlijk ambtenaren in bepaald opzicht. Hè? En die ABN en AMRO waren al zo'n beetje van ja. Ja, als je natuurlijk, dan komt er weer op het verhaal van de concurrentie als argument van ik krijg, moet meer kunnen verdienen, want Amerikaanse concurrentie en jij minder, want Albanese concurrentie. Ja, dat leidt tot een volksopstand. En altijd het argument, ja, maar in Amerika worden ook heel veel hoge salarissen betaald. Ja, anders kunnen wij geen goede mensen krijgen. Ja, nou ja, die goede, dan zeg ik altijd, wie bedoelt het met goed? Meneer Hamers? Die meneer Tilman, die eerst een grote waffel had tegen Wouter Bos en een jaar later op de stoep stond dat zijn bank failliet was. Rijkman Groenink? Is dat het grote financieel talent? Wie bedoelt u? Je hebt inderdaad regelmatig. Je hoort die man er niet meer zoveel. Die Christen Groot. Die had ook, dat was zo'n headhunter uit die club. Die had een geweldige grote waffel. Daarover. Die hoor je op het ogenblik nu niet zo meer. Maar dat was voortdurend van ja, met financieel talent en weet ik wat allemaal. Dat financieel talent kunnen missen als kiespijn. Dat is over een van de redenen waarom ik tot de weinige Nederlanders die behoor die een zeker voordeel ziet aan die Brexit. Mm-hmm, ja. Omdat de grote gifbeker. Het grote kankergezwel van Londense City. Ja, dat is precies. Dat zijn die banken, mm-hmm. Of dat was het financiële centrum daar. Ja. Dat elke keer van. Dat Engeland heeft altijd dwars gelegen bij maatregelen om die banken in te perken. Ja, klopt dat. Want zij zien dat is eigenlijk hun grote verdienste. De grote industrie in Engeland stelt niet zoveel meer voor. Dus. Thatcher heeft de eigen maakindustrie. Vroeger maakte Engels een hele hoop dingen. Made in England, dat konden auto's zijn, weet ik wat anders. Ze maken niks meer. Nee. Daarom zijn die industriesteden ook voor deel verpauperd. Het enige wat ze maken is geld. En geld wat geld verdienen is windhandel. Kijk, voor een Duitse ondernemer is je maakt iets concreets. Of dat nou een wasmachine is, een auto, een tv of weet ik wat. Je maakt iets concreets. Dat is ook waar de Duitsers sterk in zijn. Hè. Ze hebben heel veel van dat midden-klein bedrijf dat allerlei dingen maakt waar niet eens van weet dat ze gemaakt worden. Maar die heel essentieel zijn voor de apparatuur die hier staat. En ze maken veel te weinig. Nee, die hebben alles gegooid op die city. Hè, op het geld met geld verdienen. En we hebben daarom dwars gelegen na de grote crisis. Want dat is dus wel mijn deceptie. Ik had dus gehoopt dat men uit die crisis van 2008, is al 10 jaar geleden, 2008, dat men daar echt concurrentie. De Fransen en Duitsers hebben het geprobeerd. Nederland was ook zeer halfslachtig, want ja, ook wij, ook bij ons, dus wij hebben ook een veel te groot financieel waterhoofd hadden we, met ABN AMRO. Maar de Britten lagen dwars. Dus, en aangezien als gevolg daarvan je dus die oneerlijkheid hebt en die druk op die concurrentie op belastingmarkt, dat is, en dat is weer waar dus de belasting over omlaag gaat, en dus minder geld is om, noem maar op, onderwijs, zorg, al die dingen te betalen, een belangrijke factor van de onvrede. Daarom ben ik, kijk, voor de Engelsen is het volgens mij schandzalig dat ze eruit stappen. Maar of het voor Europa zo slecht is, weet ik eigenlijk niet. Omdat dan die city minder invloed krijgt als die city in de eurozone gaat gebeuren. Als die daar buiten gehouden kan worden op die manier. En daardoor het mogelijk wordt om in Brussel eigenlijk een aantal maatregelen te nemen. Waarbij die buurbanken onder curatele staan. Een aantal van die riskante gedragingen gewoon niet meer mogelijk zijn. Want er is veel te weinig gebeurd. Ik ben daar geen expert in, maar dat begrijp ik dus wel weer van wat dan economische experts over zeggen. Ja, die maatregelen zijn eigenlijk te weinig geweest. Als het gaat om de risico's afbouwen. En dat is allemaal onder druk van Londen. Want voor Londen is dat het gouden kalf. No way. Dan zeg ik van, dat kan een voordeel zijn van de Brexit. Als de Londense city in elkaar dondert. En de Engelsen moeten dan gewoon maar weer fatsoenlijk iets gaan maken. Nog even ter afsluiting een vooruitkijkje naar wat er in Nederland zou kunnen gebeuren. Want er komen verkiezingen aan voor de Provinciale Staten. Ja. Die dus ook de Eerste Kamer samenstelling bepalen. En daarna krijgen we verkiezingen voor het Europese parlement. Jij noemde al Vorm voor Democratie en Wilders en de Nexit en dergelijke. Je denkt dat zal niet het hoofdthema worden, denk je, van die verkiezingen? Nee, wat wordt het hoofdthema? Dat is niet zo duidelijk. Ik zie niet direct echt een hoofdthema bij deze verkiezingen. Het is natuurlijk een soort algemene onvrede over een kabinet dat de Bhutanië overtuigt. En dat zijn meerderheid kwijt kan raken. Die raakte sowieso kwijt. Dat is spreken, dat is, die was al zeer wankel in de Eerste Kamer. En regeren betekent nu sowieso verliezen. Vooral D66 heeft natuurlijk heel weinig kunnen laten zien. Die hebben natuurlijk uitermate dom geopereerd. Want ze hebben natuurlijk de dingen die heel concreet waren, hebben ze weggegeven. Ik denk maar even aan, ik bedoel niet dat ik nou zo heel veel gecharmeerd ben, maar goed, ik denk maar even aan dat referendum. Hè? Terwijl er nog heel niet zeker is wat ze voor terugkrijgen op dat vlak. En de lange termijn dingen die natuurlijk heel belangrijk zijn, daar zie je gewoon het klimaat, zie je natuurlijk gewoon de VVD en de CDA dat gewoon als maar tegenhouden. Dus die hebben eigenlijk helemaal niks te laten zien. Ik bedoel, wat ze binnen hebben gehaald. Dus die gaat sowieso verliezen heel zwaar.
Het is natuurlijk vrij weinig. Het is dat er nog heel weinig overtuigd. Er zijn natuurlijk een aantal dingen duidelijk. Akkoordpogingen zijn mislukt. Ik bedoel, we hebben gezien bij die klimaattafels. Zien we dat er natuurlijk eigenlijk niet echt veel uitgekomen is. Het enige overlegtafel waar een duidelijke besluit zijn genomen is bij die gezondheidstafel, want de rookindustrie niet meedeed. Ja, dan kan je uiteindelijk tot daden komen. Hoef je niet elke keer weer. Want dat is natuurlijk, hoe kan je met een landbouwtafel. Ik bedoel, iedereen weet dat een groot probleem in eenmaal is dat wij te veel koeien hebben rondlopen en varkens. En Buma heeft natuurlijk in die zin gelijk dat hij zegt van ja, het is wel heel moeilijk om dat nu terug te brengen. Maar ik zeg van ja, maar uw partij heeft natuurlijk 30 jaar elk. Geleidelijkheid tegengehouden. Mm-hmm. Want roepen het is niet nodig. Dat geldt ook voor de VVD. Die roept dus nu van ja, maar de industrie kan toch niet meteen omschakelen. Ik zeg ja, dat is misschien ook wel zo. En de autorijden, et cetera. Maar jullie zijn degene die elke keer in een veel vroeger stadium, toen nog geleidelijk had gekund, direct op de invloed van de telegraafkabaal, gezegd nee. Ja. Ook dat is natuurlijk weer, ik bedoel, wie vraagt dus naar Rutte's geloofwaardigheid dat hij nu weer plotseling zegt van ja, misschien moeten we wel in die CO2-reductie. Die man waait natuurlijk met alle winden mee. Zou het klimaatakkoord het centrale thema kunnen worden? Nou ja, de consequenties ervan. Kijk, ik bedoel, er wordt dus geroepen, werd dat tot gisteren, want nogmaals bij Rutte, die roept nu weer wat anders. Tot gisteren werd er geroepen door VVD en CDA, het mag niet bij de burgers terechtkomen, ook niet bij het bedrijfsleven. Waar het dan wel terecht moet komen, maakt het niet duidelijk. Kijk, als het bij het bedrijfsleven terechtkomt, dat werd ook wel terecht opgemerkt, komt het indirect ook in die zin bij de burgers terecht dat bepaalde producten duurder worden. Mm-hmm. Maar dat gaat dus op consumentengedrag sturen. Ja. Niet elke consument vervuilt evenveel. Mm-hmm. Dus dat is, dat zeg je natuurlijk, uiteindelijk die bedrijven zullen het moeten doorrekenen in hun prijzen. Mm-hmm. Dat betekent dat sommige dingen duurder worden, andere dingen onmogelijk. Nou ja, dat is dan misschien ook gewoon de noodzakelijke consequentie. Dus het zal zeker een van de aspecten zijn. Het is me eigenlijk nog niet zo precies daar. Nou ja, waar natuurlijk de oppositie op in zal zetten, van ter linkerzijde is natuurlijk heel duidelijk het feit dat dit kabinet niet fair is, want dat is natuurlijk een toenemend besef. Het is niet fair. En ook al is dan die dividendbelasting uit dat plannetje, godzijdank, uiteindelijk mislukt, dat is natuurlijk niet aan Rutte te danken, maar aan het feit dat die Britten. We komen niet. Nee. We komen niet. Nee. Dat is daar het Marmarite sentiment, of hoe heet dat spul? Het Marmarite sentiment. Marmarite sentiment. Heeft overheerst. Tegelijkertijd zal het u vooruit. Wilders en Boudin zal natuurlijk gehamerd worden op het feit dat de VVD wel heel enorm veel schreeuwt, meneer Dijkhoff, maar die facto natuurlijk eigenlijk niks voor elkaar krijgt. Mm. Ook omdat hij natuurlijk weet dat het heel niet kan. Ja. Wat meneer Dijkhoff allemaal luchtballonnetjes oplaat. Hè? En nu dus met, nou ja, wie zei het nu? Dat was nu Shaila Talsing die het zo mooi zei, hè? Wilders, die kwam met rood vlees en de VVD zwijgt nu hele koeien. Voor je goed voorbeeld doet goed volgen. Ja, ja. Dus daar is hij ook naar die zijde is hij geloofwaardig. Kijk, men probeert natuurlijk, en daar zit ook iets gevaarlijks in. Doordat men ter rechterzijde niet het economische ongelijkheidsprobleem adresseert, maar het dus werpt op de culturele angsten die er ook zijn, die we ook zeker niet ontkennen, krijg je dus een soort van wij komen op voor Zwarte Piet en weet ik wat allemaal. We gaan het er niet over hebben en dat is eenmaal onze traditie, et cetera. En we zetten ons af tegen de culturele elite. Dat is dus dat wijntje daar bij het concertgebouw waar ik morgen naartoe ga. En dat soort zaken. Dat is een hele gevaarlijke tendens. Dat is natuurlijk het spelen op het gezoende volksempvinden, op nationalistische gevoelens. Mm-hmm. Waarbij minderheden natuurlijk in de verdrukking raken. Om de andere dingen niet te hoeven adresseren. En dat zie je dus bij de VVD heel duidelijk. Hè? Want ik bedoel, wat dan nog liberaal is, ontgaat mij eigenlijk. Maar goed. Zie je, dat is dus, die zullen van die zijde onder druk zijn. Dan zou je maar is niet één centraal thema, denk ik, bij deze verkiezingen. Zou je zeggen dat een partij die de economische zorgen van mensen adresseert, die zou dan toch goed moeten kunnen scoren in deze verkiezingen? Ja, maar één moet je natuurlijk. Er zijn drie dingen voor nodig. Je moet die economische dingen natuurlijk zo weten vertalen dat het. Ook, en dat je ook duidelijk maakt, het is een economisch probleem. Ik bedoel, de PVV formuleert natuurlijk van, dat is niet echt een economisch probleem. Nee, als we van die islam af zijn, ik bedoel, daar is alles schuld. Dan zijn die andere problemen ook weg. Dat is een beetje de tendens, want dat kost ons te veel. Die vluchtelingen kost ons te veel. Dat jouw moeder niet meer fatsoenlijk in het ziekenhuis verzorgd wordt. Dat is omdat wij asielzoekers opvangen. Dat is even een Wilders verhaal. Dat is één. Dus je moet een heel overtuigend verhaal hebben. Dat je het ook zo weet te vertalen dat mensen ook zeggen, ja, dat is ook het kern van het probleem. Het kernprobleem is economisch. Dat ziet niet iedereen zo, van de kiezers. En het tweede is dat je als partij geloofwaardig moet zijn. En dat heeft natuurlijk te maken met je verleden. Geef je niet weer alles gewoon weg.
En ten derde, durf je ook, hè, dat is een probleem voor de linkerpartij, durf je ook hè, op verantwoordelijkheidsvakantie te gaan, zou ik maar zeggen. Durf je ook te zeggen, sorry, maar wij gaan niet weer bij voorbaat een compromis sluiten, et cetera. Wij staan hier ook voor. Ja. Durf je weer principes te introduceren. Ja, en durf je ook nee te zeggen en niet elke keer met dat beroep op van ja, maar moet toch een compromis komen. Mm-hmm. Kijk, ik was er voor geweest na de laatste verkiezingen, maar dat is natuurlijk een doodsangst in Den Haag, voor een minderheidskabinet. Waarom moest die ChristenUnie erbij? Mm-hmm. Want die voelt zich natuurlijk ook niet echt happy in dit kabinet. Want de ChristenUnie wil nog op cultureel gebied echt, nog natuurlijk ook op sociaal gebied, want de ChristenUnie is natuurlijk op sociaal gebied tamelijk links. Ze voelt zich ook niet echt happy in, volgens mij, in dit kabinet. Waarom moest dat er per se bij? Mm-hmm. Waarom niet een minderheidskabinet van die drie rechtse neoliberale partijen, dus CDA, VVD en D66, die het op economisch gebied vrij snel eens werden in hoofdlijnen. Die kwamen geloof ik dan tot 70 zetels. Nou, dan moet je, dat is alleen maar gezond, dualisme. Dan moet je dus voor al je dingen in de Kamer zorgen dat je ook elders niet alleen meer te zwaar met coalitieakkoord, wat nu voortdurend gebruikt, anderen overtuigt. Bij zinnige voorstellen zou dat echt wel lukken. Telkens een andere partij, maar het zou je best lukken. Het is niet helemaal zeker. Maar het probleem is, men speelt alleen maar op zekerheid. En dat is de dood voor de politiek. Oh. En daar ligt natuurlijk ook een beetje onder het idee, dat is natuurlijk consensus, maar er is eigenlijk ook maar voor alles maar één oplossing. Een beetje smaken. Men durft niet meer dingen fundamenteel te discussiëren. Ja. Dat is het. Ja, en dan krijg je een soort technocratisch bestuur, een soort paars verlengd. En dat leidt ook tot onvrede, dat mensen natuurlijk naar de randen rennen. Ja. Van ja, ik wil een duidelijk geluid. Hè. Nou, we gaan het na de statenverkiezingen zien of de huidige coalitie nog een meerderheid heeft. Dus dat in ieder geval niet, maar wat er dan dus gebeurt, dat weet ik ook niet. Dat is. Historisch zijn altijd goed om te verklaren waarom het verleden zo is zoals het is. Maar vooral niet gaan voorspellen. Inderdaad. De toekomst voorspellen is heel moeilijk. Ja. Ik zou ook niet kunnen zeggen hoe het met die Brexit nu afloopt. Nee. Ik acht alles mogelijk. Ja. Referendum acht ik steeds waarschijnlijker. Een uitstelverzoek acht ik ook steeds waarschijnlijker. Dat men zegt van ja, ik mogen even uitstel hebben. En ook dat komt dichterbij. Misschien moet je daar nog een keer voor terugkomen, Thomas. Ja, nou. Goed. Bedankt. Graag gedaan.